Daar ben ik weer. Dit keer met een demo van mijn, ik noem dat de MIDI Pitcher. Het is een projectje waar ik al een tijdje mee bezig ben en wat absoluut niet triviaal is om te maken. Het zit namelijk zo, ik speel saxofoon en ik heb deze effectendoos. Een harmonizer is dat. Maar die heeft vervelende eigenschappen. Eigenlijk is die bedoeld om voor zangers om een mooi achtergrondkoortje te maken. Maar dan moet hier een bepaalde key staan. En dan staat die key vast. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk wil ik gewoon dat hij een zuivere fifth of een quint meegaat met wat ik speel. Maar nou is de grap, je kan dus dit ding programmeren met MIDI. Dat heb ik ook wel eens een paar keer gedaan. Maar ja, eigenlijk wil ik gewoon dat hij meegaat met wat ik speel. Dus ik heb hier geprobeerd een heel ingenieus apparaatje te maken. En ik leg het altijd maar zo uit. Er zit een mannetje in wat heel snel luistert naar wat ik speel. En dan drukt hij op de bijbehorende MIDI-toets. En het is misschien wel even leuk om dat te demonstreren. Wat hij doet, kan ik even heel snel laten zien. Kijk, als ik een toon speel. Dan zie je ogenblikkelijk hier zo letters verschijnen en hij zegt ik speel een F. Nou prima, weet je wel. Dus hij heeft dat gewoon door, wat ik speel. Nou, instrumentstemmers hebben dat ook. Maar de truc van deze is dat hij het echt akelig snel doet. Hij doet het op dit moment in een 50ste van een seconde, maar het moet eigenlijk in een 100ste van een seconde. Want ik wil het zo snel doen dat je eigenlijk gewoon een synthesizer mee kan lopen met wat ik speel. Maar laat ik eens wat dingetjes daarvan zien. Misschien is het goed om er gewoon even een scoopje bij te houden. Eens even doen. Nou, misschien ook nog eventjes die output. Nou, wat je nu hier zo ziet aan golfvormpjes. Dat blauwe lijntje, dat zijn de MIDI dingen. En het gele lijntje, dat is eigenlijk een soort blokgolf. Die oppikt wat de microfoon heeft gemaakt. Kijk, ik kan het je even laten zien. Wat je dan dus ziet is zeg maar een mooie blokgolf en die blauwe lijntjes, dat zijn dan MIDI-pulsen. Maar om te laten zien wat er zo al bij komt kijken. Ik wil eens even wat laten zien. Kijk. Allereerst heb je gewoon een microfoon voorversterkertje nodig. Die heb ik al eens een keertje eerder laten zien. Maar dit keer laat ik ook een keertje zien. Demonstratie van het rauwe inputsignaaltje van de microfoon, maar dan voorversterkt. Dus dan moet ik eventjes het gele dingetje inprikken in de output van die voorversterker. Dat is hier. Oeps, voorzichtig, voorzichtig. Kijk, en dan kan je hier aan die gele lijn zien dat het echt meegaat. Hallo, hallo. Dat zie je. Kijk, als ik hier zo speel, dan kan je gewoon zien. Misschien eventjes de blauwe lijn even uitzetten. Oh, nee, dit niet. Dit. Dat is gewoon een soort analoge waveform. Nou, dan denk je van, nou, dat is makkelijk om hier de frequentie van te ontdekken, maar dat is het helemaal niet. Een beroemde methode is, want je moet het vrij precies doen en snel. Dus een beroemde manier is om nuldoorgangen te tellen en kijken hoe lang die dan duren. En dan weet je dus de frequentie. Alleen dat is, als je dus in zo'n microfoon praat, dat is dus eigenlijk je hebt heel veel nuldoorgangen die gewoon niet kloppen met de grondtoon die je speelt, zeg maar. Dat komt door alle hogere grondtonen die in zo'n golfje zitten. Dus wat ik dus daarvoor doe, dat is wel leuk om te zien,
Ik maak twee piekdetectoren erachteraan. Ik zal eens even hier zo één zo'n piekdetector laten zien. Hebben we nu een condensator en echt een, ja, zeg je dat, een echte gelijkrichter zitten. Dus nou loopt dat mee op de toppen van de golven. Dat kan je hier zo zien. Hallo, 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 hallo. Je ziet dat het blauwe lijntje de golftoppen aanraakt. En dat wordt dus zo meteen een bovengrens om mee te vergelijken. Dus we hebben ook een ondergrens. Die kan ik je ook laten zien. Wat ik nou doe, is dan gebruik ik een soort vergelijking. Dat als nou die gele golf boven die bovengrens komt of onder die ondergrens, dan laat ik een detectortje afgaan. Dan ben je al in staat om heel wat preciezer, zeg maar, een golf te maken. Dus laat ik dat even zien. Hier vergelijken we of ons microfoonsignaaltje onder de ondergrens uitkomt. Hallo. Daar dus. Ja, daar. En zo kunnen we ook kijken of die boven de bovengrens uitkomt. Zie. Als ik nou die twee signalen bij elkaar optel, dan krijg je dus een golfje wat onder zijn ondergrens en boven zijn bovengrens uitkomt. Hier hebben we een samengesteld signaaltje, wat kijkt of die of boven de bovengrens uitkomt of onder de ondergrens. En zo niet, dan is het nul. Dus dan zie je ook een hoop ruis. Maar als je dan een goede golf maakt, hallo, dan zie je dat je daarmee gewoon, zeg maar, wel een goede trigger mee kan maken. Dus dat is dan. Ja, een paard in de gang. Ja, prachtig. Zie je, dat zijn dus die blauwe golf, die kan je goed gebruiken om frequenties mee te detecteren. Heel wat veel safer dan die pure microfoon-output, zoals je ziet. Nou, omdat we die piekdetector hadden gemaakt, heeft hij ook een idee van wat het volume is van het signaal. En dat is een apart kanaaltje, wat ik doe. Dat laat ik hier uitkomen. Dat is ook wel leuk om te laten zien. Kijk, dit signaaltje. Oh. Ja, het gele lijntje is nu het volume, zoals je ziet. En het blauwe signaaltje is het signaaltje wat geteld kan worden. Nou, dit stop ik dan een computertje in. En die gaat razendsnel het blauwe golfje tellen en tegelijkertijd kijken of het gele lijntje wel hoog genoeg is om als een toon te tellen. En dan gaat hij de frequentie meten en het omzetten in een frequentie. En dan, daarmee kun je MIDI programmeren. Dat is erg leuk. Dus. Oké, demootje. Oké, kijk, dit is dus waar ik het ding voor heb gemaakt. Die harmonizer. En dat ding, dat heeft dus de eigenschap dat als hij in een bepaald akkoord staat, dat hij alleen maar tonen uit dat akkoord wil hebben. Dus en dan maakt hij dus niet altijd, en dan doet hij niet altijd eigenlijk wat ik wil, zeg maar. Ik wil dat hij braaf gewoon een kwint bovenop mijn eigen toon doet, maar dat doet hij soms niet. Ik zal het eens even voordoen. Moet je goed luisteren. Als je goed luistert, hoor je dus behalve de toon die ik speel, hoor je ook die toon. Maar die toon die houdt hij vast, ook als ik halfjes omhoog of omlaag ga. Kijk maar. Dus ja, hè? Dat is niet helemaal wat ik wou. Dus, nou, en als ik dus hem nu MIDI laat sturen, dat kan ik gewoon doen door dit knopje even om te zetten. Dan stuurt hij dus wat ik speel naar die harmonizer. Dan gaat hij wel mee.
perfect is het nog niet, maar we zijn er bezig. Leuk, hè?